Ik ben hier vandaag in Sloten, want Sloten is één van de 11 steden. En dat zou ik hier heel graag een keertje hier willen schaatsen. Een 11 steden, dat is echt mijn grote droom. Maar ja, de eendjes zwemmen nog gewoon in het water. En dan moet ik meteen graag denken van, zou het ooit nog een keertje zover komen? Krijg ik ooit nog een keertje de kans? En dan hebben we het altijd maar over klimaatveranderingen en broeikaseffecten. En dan zeggen ze heel vaak tegen mij, het gaat er nooit meer van komen. En dan zeggen ze ook wel eens dat de melkveehouderij, die heeft een groot effect op het klimaatverandering. En dat moeten we veranderen. En misschien moeten we die broeikaseffecten ook wel terugbrengen. Ik ben heel erg benieuwd naar hoe zit de melkveehouderij erin? En wat kan de melkveehouderij daaraan doen? Dus ik ga op zoek, ik ga een reis maken langs deskundigen over de broeikaseffecten. En wat dat van invloed heeft op de melkveehouderij en de toekomst. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Deze boerderij ben ik zelf ook opgegroeid. Mijn broer heeft hem gelukkig overgenomen van mijn vader. Dus die heeft hier een prachtige boerderij waar ik eigenlijk best wel trots op ben. Vind ik een heel mooi bedrijf. Maar of hij nou echt bezig is met het klimaat en de broeikaseffecten, ik weet het niet. Hij heeft wel heel veel zonnepanelen op zijn dak zitten. Ik ben bij mijn broer, dus mijn broer Gerco. Jij hebt een boerderij, een mooie boerderij. Maar ik wil het ook graag behouden, maar ik wil ook nog graag een keertje die aftekentocht rijden. En dan moeten we wel zorgen dat het klimaat een beetje keurig op orde blijft. En ik heb gehoord dat dat het ding gaat worden ook voor de melkveehouderij. Houd je je daarmee bezig? Zonnepanelen op dak. Ja. Proberen de koeien langer... Langer te houden. Langer te houden. En ben je ook, weet je ook alle mogelijkheden? Houd je... Nee, weet ik eigenlijk nog niet. Ben ik nog niet mee bezig. En krijg je ook geen informatie erover? Nee, momenteel nog niet. Als je naar de tv kijkt, heb je al die mensen uit de politiek, die zijn er allemaal mee bezig. Klimaat dit en boeren, methaan en het moet allemaal minder. Hoe kijk je daarnaar? Ja, moeilijk. Dat je ook niet weet wat je eraan moet doen. Je hebt net het fosfaatquorum en... Ja, nu komt dit. Nu komt dit weer. Mm-hmm. Ja, dan word je toch een beetje moe van dat het iedere keer verandert. Ja. Iedere keer nou weer nieuwe regels, weer wat bijhouden. Ja, maar het gaat het wel worden. Je bent er een klein beetje bezig hè, met zonnepanelen. Maar als jij daarmee bezig wil gaan, wie bel je op? Geen idee. Ik ga denk ik gewoon op onderzoek. Ik ga eens kijken wat je allemaal kunt doen en wat er allemaal veranderd kan worden. Nou, we laten eens weten wat ik kan doen. Ja. Je bent wel bereid om... Ik ben wel bereid om... Ja? Als het wat oplevert, ben ik er zeker mee. Blijf het doen. Eigenlijk hetgene wat ik eigenlijk al dacht, dat is eigenlijk ook wel een beetje vers. Hij is er eigenlijk helemaal niet bezig met dat klimaatakkoord van Parijs. En eigenlijk weet ik zelf ook niet precies wat het is. Hij doet wel dingen, hè, zonnepanelen. En hij wil ook wel, en hij wil eigenlijk ook de boerderij naar een volgende generatie wendemarsjes overdoen. Dus hij moet ook een beetje geholpen worden. Ik denk eerst dat we moeten gaan onderzoeken, wat zijn nou eigenlijk die afspraken? En wat kan hij doen? En dat hij er iets actiever mee aan de slag kan gaan. Want dat is denk ik wel nodig. Op Europees gebied hebben ze gezegd van die broeikaseffecten, dat is te veel invloed op het klimaat. Ja. Er zijn regels voor ontwikkeld. Klopt. Wat zijn die regels? Nou, je hebt het Parijsakkoord, hè? Ja. Die is in 2015 besloten. En eigenlijk moet de hele wereld eraan voldoen, 40% minder. Ja. Ja, Europa ook. Ja. Nou, en dan zijn er eigenlijk twee soorten regels die er in de Europese Unie zijn. Eentje die is al wat ouder, dat noemen ze het Europees handelssysteem van CO2-recht. Dat zijn eigenlijk de grotere industrieën. Ja. Die moeten 43% minder CO2 uitstoten in 2030. Ja. En sinds kort is er ook bijgekomen, transport, landbouw en de bouw. En dan noemen ze met een duur woord de effort sharing decision. Ja. Dat is eigenlijk de rest, die moet 30% verminderen in dat tijdsbestek. En dan heeft elk land heeft eigenlijk een doelstelling. Die krijgt de verantwoordelijkheid om die 30% te verminderen. En dan moet de landbouw ook aan bijdragen. Dat akkoord, die doelstellingen, zijn die reëel? Zijn die noodzakelijk? Ja, ik denk dat noodzakelijk is. Ja. Klimaatverandering is er. Dus daar moeten we wat aan doen. Hm. En wat het goede is van zo'n Parijsakkoord, dat het niet alleen Nederland is, maar de hele wereld. Dus iedereen moet het doen. Dus je hebt niet een ongelijk concurrentie dat de een wel wat doet en de ander. Nee, iedereen die moet zich daarvoor inzetten. Ja, dat vind ik een hele belangrijke. Is dat wel zo? Wat ik kan zeggen is dat die Europese wetgeving voor alle landen gelden. Ja. Dat er elk land heeft daar een doelstelling in. Ja. En als ze daar niet aan voldoen, dan worden ze in gebreken gesteld. Ja. Dus iedereen moet daar mee bezig. En zelfs buiten de Europese Unie moeten ze daarmee bezig. Hoe staan we ervoor ten opzichte van de andere landen in Europa?
Wat echt voor Nederland spreekt, om het zo maar te zeggen, daar hebben we echt een patent op van de laatste 30 jaar. Wij zijn ontzettend innovatief. Ja. Dus als er ergens een land is of een sector is die eigenlijk die uitdaging aan kan, is Nederland het wel. Okay, je zegt we kunnen het aan, ja. Maar ik heb nog niet het gevoel dat dit onderwerp echt leeft bij de boeren. Klopt. En dat begrijp ik ontzettend goed. En als het dan nog niet leeft, dan worden ze ook nog niet innovatief. Ja. Ik snap dat ontzettend goed. Omdat CO2 is wat dat betreft een ongrijpbaar iets. Ja. Hè? Fosfaat hebben we alweer wat meer een idee bij. En dat komt ook omdat alle studies van hoe je CO2 mee moet rekenen en hoe ver de landbouw bijdraagt aan CO2-uitstoot. Ja. Ja, dat is nog niet zo concreet. Dat is nog vrij abstract nog. Dus daar moet een invulling aan gegeven worden. We hebben op Europa daarom, en daar heb ik ook mijn hart voor ingezet, dat er een bepaalde flexibiliteit is. Dat als jij op je bedrijf het lukt om CO2 te binden uit de lucht, bijvoorbeeld dat je het leven onder de grond vergroot, hè, dat er meer CO2 in kan, dat het mee gaat tellen. Ja. Alleen het probleem is dat de wetenschap, dat we ontzettend weinig nog van die bodem weten. Ja. Dus hoe we dat precies moeten doen, ja, dat ligt nog een beetje in het midden. Melkquotum gaat eraf. Ja. Nou, dat wisten we al heel lang. Mm-hmm. Wat er dan voor in de plaats kwam, wisten we niet. Dan komen dan die fosfaatrechten, die komen daarvoor in de plaats. Gaat dit het volgende zijn? Is het zeker dat dit op dit onderwerp word je zo meteen bepaald of je nog wel of geen boer kunt zijn? Of hoeveel koeien je kunt hebben? Net zo onzeker dat voor de boeren is dat voor mij ook. En dat is misschien niet het antwoord wat je wilt. Het enige wat vaststaat is dat elk land in de wereld, elk land in de Europese Unie, in elke sector iets met klimaatverandering moet doen. Ja. En wat ik wil, is dat we daar nu alvast goed over na gaan denken. Dat we niet op het allerlaatste moment door wetgeving gestuurd worden. Ja. En dat we wetgeving hebben die niet klopt. Die niet beredeneerd is vanuit de boer, hè, van onderop. Ja. Maar eigenlijk van bovenaf opgelegd wordt. Ja, en dan ga je vaak stuur je dan de verkeerde kant op. Ja. 4 dagen in de week in Brussel. Ja. Hard aan het werken. Ja. Maar je bent zelf ook een boer. Ja. Wat doe jij eraan? Ik ben ook wel zoekende naar goede managementinstrumenten en goede programma's. Dat wat ik doe, dat we dat ook kunnen vertalen van... dit is jouw CO2-besparing of dit is jouw CO2-vastlegging. Ja. En ik vind dat daar een hele belangrijke taak is. Of dat die taak ligt er nu bij de Nederlandse overheid, om daarmee te komen. Hoe kunnen we zorgen dat die grote massa van boeren, dat die uit zichzelf in beweging komt om dit onderwerp aan te pakken? Ja, precies. Nou, is dat een taak voor jou of voor iemand anders? En als jij die bent, wie dan wel? Nou, die taak voor mij ligt er wel in dat ook om de politiek op te roepen, ook in Nederland, dat ze met goede programma's komen waar de boer mee uit de voeten kan. Ja. En dat er niet een bij wijze van spreken van achter een bureau iets getikt wordt, wat dan hier komt en denk je, wat moeten we hier nou mee? Ja. Als ik het zelf had gedaan, had ik veel verder gekomen, want ik ken mijn bedrijf. Ja. Ik merk ook heel veel dat vaak dat boeren toch een beetje lam geslagen zijn. Ja. Nu weer dit, nu weer dat. Ja. 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 Hoe houden we ze gemotiveerd? Door goede regelgeving. Dus ik ben helemaal niet tegen regelgeving, dat hoort erbij. Heeft elke sector mee te maken. Waar ik niet tegen kan en waar je murf geslagen wordt, is door ondoordachte regelgeving, waar je niet mee uit de voeten kan. En als tweede, dat je ook door de maatschappij, juist in Nederland, waarbij de Nederlandse land- en duinbouwsector, en ik merk het elke dag als ik in Brussel ben, waar echt tegenop gekeken wordt, dat juist die waardering in Nederland heel laag is. Ja. Ja, dat vind ik misschien nog wel een veel ergere. Ik zit even mee te denken, want je hebt een mooi verhaal. maar je doet eigenlijk een beroep op het innovatieve vermogen van de Nederlandse boer. Of niet? Ik doe het op 2 dingen een beroep. Op Nederlandse overheid, dat ze met een goed plan komen. Ja. En dat ze inderdaad, waar Nederland goed in is, zijn kennis en ondernemerschap, innovatiekracht, dat we daarmee uit de voeten komen. Ja, klopt. Kijk, het hele klimaatakkoord is natuurlijk een Europese regelgeving geweest. En daarom vond ik het even leuk om van Jan Huytema te horen dat we eigenlijk best wel goed opstaan in Europa. Weet je, in Nederland hebben we heel vaak negatief eigenlijk over de boeren. Maar aan de andere kant zegt hij ook wel van we lopen voorop. We hebben de beste boeren, de beste grond en ook het meest innovatieve boeren komen ook uit Nederland. Maar daar moeten we ook wel een beroep op doen, weet je. Dus het innovatieve vermogen van de Nederlandse boeren, dat moet nu maar gewoon tot uiting komen, want het gaat gebeuren. En we moeten daar hiermee aan de slag, willen we onze voorsprong behouden.